deze video sneller voor extra geluk in je leven dan dat ik naar de groene knop toe loop die voor mij staat. Het is een bijna onmogelijke like challenge, maar ik geef jullie toch graag de kans en het begint nu. Oh nee, ik ga er niet op staan. Weet je, ik spring er overheen, want ik wil geen kind zijn. En dat is om de simpele reden dat ik vandaag moet oppassen op een kind. Hallo kind. Hallo. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je een gravity of een speed coil vasthoudt die even groot is als jou. Nou, we gaan er vandaag een leuke dag van maken. Waar heb jij zin in? Nou ja, ik heb honger en ik zie drie verschillende plekken. Je hebt honger en je ziet drie verschillende plekken. Ah, ik zie het. Er is een ijssalon, er is een pizzeria en er is een MacBlock. Serieus? En naar welke wil je dan graag? Alle drie. Je wil zowel naar de ijssalon als de pizzeria als de McDonald's. Ja, dat heb je heel goed gehoord. Met welke gaan we beginnen? Oké, nou laten we beginnen in chronologische volgorde. Laten we een ijsje. Het is 9:00 AM. Is dat wel een juist moment voor ijs? Het is altijd het beste moment voor ijs. Het is altijd het beste moment voor ijs. Ik wil niet weten hoe jouw klok eruit ziet. Oké, nou daar gaan we. Wat voor ijsje kan ik voor jou halen? Wil jij een sundae? Wil jij een chocolade sundae? Wil jij een sundae met mint of wil jij een chocolademelk? Chocolademelk. Oké, nou laten we inderdaad kalm beginnen met een bak aan chocolade. Nou hier, neem maar een slokje. Vooruit, omdat ik mezelf ook wel even mag belonen voor alles wat ik vandaag waarschijnlijk nog tegemoet ga. Hij is wel lekker. Oké, nou, je wou naar alle drie. Nou, we hebben de ijssalon gehad. Ik zou zeggen, goed dat je de speedcoil vast hebt. Laten we gaan naar... Je weet zeker dat je pizza wilt eten om 9:00 AM? 100% zeker. Laat me raden, het is altijd tijd voor pizza. Het is altijd tijd voor pizza. Wat ben jij ook een Albert Einstein. Oké, nou, ik ga even voor jou kijken wat voor pizza je kunt krijgen. Er is een pepperoni pizza. Ja, dat is ook de enige. De rest zijn helaas allemaal al door iemand anders besteld. Het is 9:00 AM. Wat doen... Oh, er is een kaaspizza vrij. Ja, kaaspizza. Oké, dat is echt een veel te grote pizza voor zo'n klein meisje als jou. Dat is... Nou, hier, eten... Voor jou is niet mega. Ja, zelfs voor mij is die te groot. Dat zit ook gewoon letterlijk in mijn buik. Eet hem maar door de doos heen. Nom, 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 nom. Oh, lekker zeg. Laat maar raden, je hebt een beetje karton tussen je tanden. Ja, klein beetje. Nou, maakt niks uit. Ik vind het heel fijn dat de pizza nu de hele tijd waarschijnlijk met me mee zal wandelen. We gaan door, want jij hebt aangegeven... Zit je niet al een beetje vol? Nee, er is altijd plek voor meer. Er is altijd tijd voor ijs, altijd tijd voor pizza en altijd plek voor meer. Jouw leven is één groot feest. Ga met me mee. Ja, klopt. We gaan naar de MacBlocks en we gaan eens even kijken wat ik daar voor jou kan regelen. Wat wil je hebben? Een deluxe burger, een double cheeseburger of een turkey leg? Een deluxe burger. Oeh. Jij wilt een deluxe burger. Nou, bij deze heb ik voor jou een deluxe burger. Eet hem maar op. Wauw. Nom, nom, nom. Oh, het is groot hoor. Die deluxe burger is groter dan jou. Oké, hoe voel je je? Want je hebt letterlijk een halve burger, 3/4 van een pizza en een volledige liter chocomel in je eentje opgedronken in een half uur. Moet ik heel eerlijk zijn? Graag. Ik voel me niet zo lekker. Je voelt je niet zo lekker? Nee, ik ben eigenlijk een beetje misselijk. Oh. Ja. Ik had je kunnen vertellen dat je dat wordt als je om 9:00 AM op 3 verschillende plekken fastfood gaat eten. Hoe misselijk ben je van een schaal van 1 tot 10? 10. Een 10? Als in bijna 10. Bijna, ja. Weet je wat? Ik ga met je naar het ziekenhuis. Kom maar mee. Oh, ja. Ik ben bang voor het ziekenhuis. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En weet je waar ik bang voor ben? Mijn mooie watermeloenpak onder de smurrie uit jouw lichaam. Meekomen jij. Oké, ik kom. Ik volg. Dit is de allerlaatste keer dat ik een kind volstop met fastfood om 9:00 AM. Wie is hier eigenlijk de dader? Misschien ben ik het wel. Je laat me twijfelen. Oké. Het is jouw schuld. Het is mijn schuld. Als ik het niet had gedaan, ging je schreeuwen. En dan dacht iedereen waarschijnlijk dat ik per ongeluk op je voet stond. Ja, had ik waarschijnlijk wel gedaan. Nou, daarom. Oké, hoe misselijk ben je? Gaat het nog? Oké, het is nu 9, maar ik voel me nog steeds heel slecht. Oké, nou, blijf maar even hier. Ik ga even praten met de dokter. Oké. Oké, luister dokter. Ik heb hier een meisje, ze heeft heel erg veel ongezond gegeten. Je kent het wel, je weet hoe kinderen zijn. Zou ik misschien eventjes met haar gewoon een ziekenhuiskamer in kunnen lopen om haar een beetje bang te maken, zodat ze de volgende keer beter oplet? Ah, geen antwoord is ook een ja. Oké, ik heb met de dokter gepraat. Hij zegt dat het een ernstige situatie is. Wat? Het is misschien wel het ergste wat hij heeft gezien sinds een persoon die zijn Robux had ingeslikt. En dat is naar. Wat nu dan? Nou, heel simpel. Loop maar even met mij mee. We gaan naar Wing A. Inderdaad. Oké. Kijk, zie je deze twee saaie bedden zonder televisie, zonder spelcomputer en zonder iPhone-oplader? En zonder eten? Zonder eten. Dat is de plek waar jij een week zou moeten liggen als je dit nog één keer doet. Oh nee, oké, ik ga het nooit meer doen. Oké, nou, dat wou ik horen. Dankjewel. We gaan naar buiten. Hoe voel je je nu van 1 tot 10 qua misselijkheid?
Een 7. Een 7. Het zakt vanzelf af, maar de volgende keer ga ik je echt op dat bed neerleggen. Alright, wat wil jij nog meer? Oh gosh. Oké. Okay. Oh. Nee, dat is... Luister. Je weet wat er gebeurt als iets draait, dan word je nog misselijker. Ja, maar... Oké. Je wilt een fidget spinner? Ja, heel graag. Als jij een fidget spinner wilt, dan koop ik voor jou een fidget spinner. Alleen, ik heb hem zeg maar niet gekregen. Ik ga heel even mezelf uit elkaar laten vallen. Want dat doen ouders wanneer ze het cadeautje van hun kind niet krijgen. En dan hoop ik dat ik het nu wel heb. Ja, ik heb de fidget spinner. Oké, wacht waar je bent. Ik kom hem je brengen. Oké, ik ben benieuwd. Het is mega. Is er nog iets anders wat jij op je wishlist hebt staan voor vandaag? Ja, heel eerlijk. School. Wauw! Je leert! En waarom school? Omdat we dan kunnen verstoppertje spelen op school. Oh ja, nee natuurlijk. Het was heel naïef van mij om te denken dat je misschien lessen wou volgen, zodat je misschien iets kunt bereiken. Nee natuurlijk, geen enkel probleem. Gaan we zo meteen doen. Maar eerst heb ik voor je... Ik ben gekompen. Oh. Ik ben zelf ook een kind. Alsjeblieft, een fidget spinner voor jou die groter is dan mijn hand. Ik leg hem voor je neer. Pak hem maar op. Dankjewel. Oké, nu wil ik wel zien dat je hem ook echt daadwerkelijk kunt gebruiken. Dat is echt... Ik denk dat jij die fidget spinner letterlijk kunt gebruiken als een propeller om mee op te stijgen. Ik ben trots op je. Laten we verder gaan om te kijken wat er nog meer is. Oké, gaan we doen. Oké, ondertussen gaan we een klein beetje naar de school toe. Omdat, jij wilt naar school om verstoppertje te spelen. Ik heb zoveel zin in. Verstoppertje spelen is altijd superleuk. Kan ik me voorstellen. Alleen zorg er dus wel voor dat je de volgende keer niet een 3/4 pizza eet voordat je verstoppertje... Oh gosh, nee. Oké, kijk maar gewoon naar voren. Kijk wat een mooi politiebureau. Prachtig, right? Rob? Ja? Kijk eens. Nee, kijk, een politiebureau. Er zit zelfs een politiepet op. Kijk hoe episch. Ja, heel episch. Maar kijk eens. Een mystery box. Ja. En wat is er zo leuk aan iets betalen waarvan je eigenlijk niet eens weet wat erin zit? Dat is het juist. Dat is leuk. Je betaalt voor iets en je niet weet wat het is. Kunnen we dan niet gewoon naar de winkel dat ik je ogen dicht hou en dat ik gewoon alleen maar groenten voor je hou bijvoorbeeld? En jij nee, weet het niet. Nee, dat wil ik niet. Nee. Jij wilt een mystery box van... 179 Robux. Ja, ik wil het heel graag hebben. Alsjeblieft, please. Ja, stop maar met krijsen. Ik heb de mystery box gekocht. Ik reset mijn karakter en ik hoop maar voor je dat er iets leuks in zit. Oh, ik ben heel benieuwd. Wat denk jij dat erin zit? Troep die totaal... Oh my gosh. Oké. Misschien kan ik jou in je jonge kinderleven eenmaal gelijk geven en zeggen dat dit een mogelijk verstandige keuze was. Wat is het dan? Nou, ik kan je dat denk ik beter laten zien dan dat ik het je vertel. Waar ben jij nu? Bij het politiekantoor. Oh, je bent naar het politiebureau gelopen. Oké. Nou, weet je, misschien kan ik het je beter laten zien op een manier dat je gelijk weet waarom mijn reactie zo overweldigend was. Wat is er namelijk leuker dan te zien zijn in Roblox? Niet te zien zijn? Niet te zien zijn. Er zit een onzichtbaarheidscape in jouw mystery box. Oh, mag ik hem hebben? Daar moet ik even over nadenken. Ja, want anders ga je schreeuwen. Alsjeblieft, pak hem maar. Oh, iemand heeft jouw cape gestolen. En hij is zelfs onzichtbaar ermee. Jij dief. Kijk, en dit is de reden waarom je in het leven nooit afval op straat moet gooien. Oh, heeft het van mij weggenomen. Maar oké, ik heb nog iets anders. Als je dit misschien ook wilt gebruiken, dan kan dat. Laten we alleen voor de zekerheid. Ik zit vast, ik kan niet meer bewegen. Nou weet je, ik gooi het naar jou toe. Ik gooi het naar jou toe, alsjeblieft. Oh, alsjeblieft. Ik kan niet bewegen, Job. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Stop! Ik kan niet meer. Oké, reset je karakter maar even. Okay. Dan zijn we als het goed is allebei weer op dezelfde plek. Maar dit is de reden. Kijk, samen delen, samen spelen is belangrijk. Maar dat betekent nog niet dat mensen je spullen mogen stelen. Nee, dat is waar. Ik vind het heel jammer. Want ik vind het altijd heel leuk om te hebben. Gelukkig heb ik er nog één. Alsjeblieft, pak hem maar. Oh, dank je. Ga je onzichtbaar worden? Ga je onzichtbaar worden? Hoe doe je dat? Ja, linkermuisknop. Oh my gosh, wat ben jij een idioot. Nee, dat doe ik ook. Oké. Okay. Zeg één knop gewoon. Oké, nou, terwijl jij onzichtbaar bent, wat een soort van superkracht is, ga ik proberen gebruik te maken van mijn potion, die niet werkt. Oké, ik heb ook een Apple Watch. Oh, wat? Jeetje. Job. Oh my gosh, dit is geen Apple Watch. Dit is gewoon een kledingkast om je pols. Jeetje. Oké, pak hem op en ik ben benieuwd waar jij jezelf in verandert. Oké, even kijken. Let's go. Wat word jij? Ik ben echt heel benieuwd. Linkermuisknop, again. Heb ik gedaan. En er gebeurt uiteraard bij jou weer niks. Nee. Nou, oké, laten we het erop houden dat kleine meisjes die niks snappen van elektronica dit niet kunnen gebruiken. Volg mij. Oké, ik volg jou. Nou, we gaan kijken. We hebben op zich... Wat vind je van de dag tot nu toe? Ik vind het leuk, maar
ja, ik wil natuurlijk nog meer doen of meer zien. Oké, wat je ook wilt doen of zien, kijk gewoon niet naar rechts, want we gaan naar de neighborhood. Naar de neighborhood. Neighborhood. Ja. Ja, wat is er? Wat is er? Ja. Ja, wat is er? Wat is er? Kijk eens hier. Een unicorn pet. En heb je niet genoeg aan dat veel te grote speedcoil ding aan je arm? Nee, heb ik niet genoeg aan, Job. Ik heb graag een unicorn. Oké, ik zal er even. Ik heb hem gekocht. Let's go. Oké. Reset je karakter maar. Doe het maar. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik weet niet hoeveel Robux ik deze video al kwijt ben. Maar het is niet meer op 2 handen te tellen. Zelfs niet op 100 handen. Oké, waar ben je? Ik ben waar jij bent. Ik heb een trucje. Wat heb ik nu in mijn hand? Een burger. Simsalabim. Wauw. Ja. Dankjewel. En weet je wat het mooie is van deze unicorn knuffel? Dit? Nee, het is mooi dat je er helemaal niks mee kan. Ik heb zojuist 70 Robux uitgegeven voor een stukje wol omringd met paarse slubbering. Maar kijk hoe leuk het is, Job. Dit wil je toch hebben? Ja, het is zo leuk dat ik er liever niet meer bij ben. Ik ben onzichtbaar. Oké, nou, ik vond het persoonlijk een geslaagde dag. Ik zou zeggen, volg mij maar even. Ja, dat is lastig, want je ziet me waarschijnlijk niet. Ja, ik kan net zeggen, ik sta als je. Ik ben hier. Volg mij. Ik volg je. Oké, nou, ik stel voor... dat we nog even naar voren lopen om te kijken... Oh nee, oké, luister. Ik weet dat je van muziek houdt, maar we gaan deze keer geen jukebox kopen. We hebben er al 3 thuis liggen en je gebruikt ze niet langer dan 5 minuten. Psst, ja. Geen jukebox. Nee, je mag geen jukebox vandaag. Maar ik vind het wel leuk. Nee, dat snap ik. En als je wat harder praat, kan iedereen je horen. Oké. Ik wil een jukebox. Je wilt een jukebox. Je wilt eigenlijk kortom alles wat er in dit spel wordt aangeboden. Ja, je zegt het eigenlijk tegen mij. Dus eigenlijk vraag je erop dat ik het koop. Ik zeg het omdat we er anders langslopen en ik na 5 minuten praten erachter kom dat je 200 meter achter mij staat omdat je zomaar bent gestopt zonder het met mij te overleggen. Nee, maar mag ik het hebben? Nou, ik loop er tegen 220 Robux. Nou weet je, ik weet het goed gemaakt. Dat gaan we de volgende keer doen bij heel veel likes. En dan mag jij de DJ zijn. Tot die tijd ben ik benieuwd of ik mezelf kan redden uit deze pijnlijke situatie door mezelf te gaan veranderen in een hond. Want je houdt van honden, toch? Ik hou heel veel van honden, zeker. Oké, nou, bij deze zie jij een hond lopen met een rode speedcoil, dan ben ik dat. Even kijken. Ja, hier? Deze? Dit ben ik. En ik vind dat jij om die reden de volgende keer op mij mag passen. Oké, dat is leuk om te doen. Ja, Tot de volgende keer en adios.